Hoi Simmers, welkom bij alweer de laatste video van deze Kerstpulsweek en bij een nieuw deel van de Simsje Honden en Katten. We gaan nu natuurlijk weer verder met deze familie, maar voordat we lekker gaan spelen en lekker met die kittens dingetjes gaan doen en zo, wordt het even tijd om Matthijs nou eindelijk eens een keer een normale slaapkamer te geven, want hij heeft nog steeds een slaapkamer als een kind. Dus vandaar dat ik hem even op de bank heb gelegd, terwijl de rest van de familie in bed ligt, omdat wij nu toch zijn kamer gaan aanpassen. En het is natuurlijk vandaag 24 december, oftewel kerstavond. En er is nog helemaal niks kerstigs te vinden in het huis, dus daar gaan we ook meteen even aan werken. Het huis is nu een beetje versierd met hier en daar wat dingetjes. En Matthijs heeft een nieuwe slaapkamer, maar hij heeft ook honger. Dus laat hem eerst maar even wat eten. Nee, niet tv kijken. Ga even wat eten, gozer. Ja. Ja. Volgens mij stinkt er iets hier in de buurt. Oh, dat bord. Oh. Nee. Het gaat niet zo goed met Lola. En dat nu met kerst, arme Lola. Ja, het is nu alleen 5 uur 's nachts. We kunnen een beetje moeilijk naar de dierenarts nu. Dus we moeten nog even volhouden. Arme Lola, wat zou ze hebben? Oh, de tongetje hangt ook volgens mij buiten de bek. Arme Lola. We gaan dus, het is natuurlijk het pakket met de Simsje honden en katten. En we zijn nog niet bij de dierenarts geweest. Dus we gaan er maar snel achter komen wat ze heeft. Wat is er hier aan de hand? Oh, wat een scheetjes zijn er toch. Kijk dat dan lopen. Echt een waggel is het een beetje. Ja, Matthijs gaat naar bed en dan spoel ik even door en dan zie ik jullie zo bij de dierenarts. Nou, we zijn inmiddels een paar uurtjes verder. Het is al 10:30 en Lisanne had voorgenomen om dus Lola mee te nemen naar de dierenarts. Want, ja, oh, gaat net die deur dicht. Lola, of Lisanne wil natuurlijk later zelf ook dierenarts worden. Dus die vond het een mooi kijkje. Waar ga je heen? Gaan we door een andere deur?
Lisanne vond het een mooi kijkje naar de toekomst. Om natuurlijk alvast een beetje een soort van kijkje in haar toekomstige wereld. Want ja, zij wil dierenarts worden later. Dus ja, zij had zelf aangeboden om nu naar de kliniek te gaan. En ook meteen als goedmakertje, want ik kwam gisteren eigenlijk net 10 minuten, een kwartiertje te laat thuis. Na haar middagje op het eiland. Kijk, we zijn ingecheckt. Even kijken, waar is Lola nu heen? Laten we daar. Is ze nou aan het pitten? Wordt ze wakker? Sjorben! Oh nee! Ligt gewoon buiten. Oh, dit ziet er wel heel triest uit zo. Oh. Ik hoop niet dat het iets ernstigs is. Oh. Ga maar even wakker maken. Oh, ondertussen gaan ze thuis lekker verder met van alles. Dat is mooi. Whipney, Axum. Het is zo zielig. Troosten. Laten we er maar troosten. Waar gaat Lola nou heen? Wat ga je doen, meid? Is dat Blue? Oh, ik kon het niet zien. Wat gaat ze doen? Lisanne stond natuurlijk binnen toen we Lola gingen roepen. Dat vind ik altijd zo irritant aan de Sims. Dat als ze dan, als de ene Sim dan verplaatst van plek, dan gaan ze eerst naar die plek waar. Oh, die kat ziet er ook niet goed uit. Oké. Okay. Wat gebeurt er nou? Kom maar hier naartoe, Lisanne. Oh, gossie. Oké, Lola troosten. Oh, zijn we aan de beurt? Huisdier laten onderzoeken. Ja, kunnen we mee? Welke behandelkamer gaan we naartoe? Deze. Oh, ze volgt al. Ja. En ondertussen gaan we natuurlijk even praten. Aardige introductie. Oh, vrouw. Zo, hubby. Web, my bees are shibu. Dat was een aardige introductie. Allebei die chagrijnige gezichten over afval. Nou ja, laten we maar beginnen met het onderzoek. Want blijkbaar kan de dierenarts niet twee dingen tegelijkertijd. Onderzoek onze Lola nou. Ze is nog niet beter. Kan ik iets doen? Kan ik jou daarop aanspreken? Ze kennen elkaar nog niet. Wat is er nou? Gaan we nou opnieuw? Ja, er staat kijken. Wat gebeurt er nou? Oh, een andere dierenarts pikt gewoon onze tafel in. Gaan we nou naar een andere ruimte toe? Wat gebeurt er nou? Wat gaan we doen? Oké, het is dus echt gewoon die schuld van de dierenarts. Dat is toch Christian van den Kerkhof? Ja, zijn schuld. Hij heeft gewoon onze ruimte ingepikt terwijl we al bezig waren. Oh. Oké, nou ik hoop dat we nu Lola wel echt kunnen onderzoeken. Het is gewoon de dag van kerstavond. Dan wil je toch niet dat ze ziek is? Even de bek kijken. Oh, al dat kwel dat eruit komt. Arme Lola.
dat tongetje. Een huisdier. Ze heeft de eekhoornkrabkoorts. Aan welke behandeling geven we de voorkeur? Nou, denkend dat dit een kat is van Vanessa, wordt het sowieso een dure behandeling. Nieuwe Hanna Umfra. Oh. Sure. Die kop van Lolo ook. Dus die prik kreeg. Maar ze is beter. Dat is mooi. Nou, kunnen we dan nu wel even een aardige introductie doen? Ik weet niet of je ook vragen kan stellen over dierenartscarrière. Dat was een heel raar zwaaitje. Komt hij weer hierheen? Christian, ga eens weg. Hij is alleen de kat aan het aaien, oké. Okay. Kijken hoor, kunnen we iets vragen over de carrière? Of over die? Ja, we kunnen wel naar carrière vragen, maar... aangezien ze net onze kat heeft behandeld, lijkt me dat ook wel logisch. Ja. Zie je. Oh, niveau 2. Dat staat er ook meteen bij. Dat is wel mooi. Nou, weet je wat? Het is kerst. Laten we gewoon... Laten we maar naar huis gaan. Naar huis. En even... Kijk hoor, want je kan de kat ook naar huis sturen, toch? Naar huis sturen. Ja, zo. Nee, we gaan niet hier achter de computer. Kom op zeg. Het is al 3 uur 's middags. Bijna tijd voor kerstdiner. Laten we maar snel naar huis gaan. Zo, we zijn weer terug in het huis van de familie Ruby. En deze twee zitten nu achter de... Waarom huil je nou? Oh, dat komt door de tv. Maar ik dacht, aangezien het kerstavond is, laten we beginnen aan de voorbereidingen. Oh, zij gaat in bad, maar ik wil eigenlijk... Ga maar douchen, dat is wat sneller. Want dan wil ik dat je daarna begint met een mooi diner. Wacht, wie heeft de hoogste kookvaardigheid? Jij zit op 2. En Leon zit op 3. Dan mag Leon de maaltijd gaan maken. Hij is ook helemaal in het groen verder. Dus even kijken. Kunnen we er een evenement van maken? Sociaal evenement plannen. Hij is lekker met die katten bezig. Even kijken of dat lukt. Of er iets kerstrugs is. Of iets wat met eten te maken heeft. Volgens mij heb je wel van die dinnerparties. Dansfeest. Nee. Huisfeest. Verjaardagsfeest. Griezelfeest. Een etentje. Zullen we maar voor etentje gaan dan? Ja. En dan zetten we die aan. Want het lijkt me wel leuk om als kerstcadeautje iets te winnen. De organisator. Laten we dat Vanessa zijn. Dat is wel zo'n ik vind haar echt zo'n typeje om dat, dat te organiseren. We hebben geen cateraar. Dat doen we gewoon. Het is gewoon een familiedingetje. En het is bij hun huis. Zo. Drankjes maken. Gezellig met gasten doen. Laten we eerst maar even... een diner maken. Koken. Ja, met niveau 3 kan je denk ik nog niet. Want je hebt wel een kalkoen of iets. Maar ja, we zitten nog bij niveau 3. Dus we hebben niet heel veel om uit te kiezen. Dus echt de hele kersterige ding zal het niet worden. Misschien vistaco's. Ja, dat is misschien te standaard. Gebakken... tilapia, dat klinkt al wat chiquer. Of een taco schotel. Nee, ik ga wel voor de vis. Groepsportie. Ga dat maar maken. En misschien is het ook leuk als iedereen in het net gaat. Even kijken hoor. Vanessa, waar ben je? Daar. Outfit. Outfit wijzigen. Formeel. Ik weet echt niet meer wat iedereen zijn formele outfit is. Lisanne ook. Outfit. Outfit wijzigen. Hé. Hey. Ja, ik dacht al, waar blijft hij?
Kijk, ik zie daar een plas op de grond. Die mag wel even weg. Ja, wat kunnen we doen? Naar muziek laten luisteren, maar ik weet niet of we een cd-speler hebben in dit huis. En gezellig met gasten doen. Dus als jij nou hier gaat zitten. En jij ook gaat zitten. En de dochter ook gaat zitten. Na het maken van een selfie. Kijk, Leon is nu net een niveau omhoog gegaan. Spaghetti en arbeid. Nee. Blijven zitten. Kom op. We gaan gezellig. Oh, het eten is klaar. Mooi. Mag jij ook outfit wijzigen? Ook in het netjes. Nou, en laten we dan maar iedereen aan tafel roepen. Even kijken. Aan tafel roepen. Dag Dag, Jermise. We hebben meteen al... kijken. Goud is dit? Nee toch? Dit moet toch goud zijn? We hebben in ieder geval het eerste hokje vol. Jij mag ook aan tafel. Iedereen gezellig aan tafel. En met z'n allen natuurlijk gezellig kletsen. Ja, oprecht compliment geven. Even kijken hoor, vraag hoe het dag was. Gaan ze nou allemaal ergens anders zitten? Penny. Sneebs. Ga nou gewoon zitten. En gezellig met elkaar een kerstdiner hebben. Het is toch echt dat ik vind dat altijd een uitdaging. Om met vrije wil aan iedereen tegelijkertijd aan tafel te krijgen. Maar dit is wel echt een heel leuk beeld zo. Nou, naar eten vragen. Leren kennen en... naar eten vragen. Laat het maar een gezellig groepsgesprek worden. Want dan halen we dit doel ook. Ze hoeft nog maar eentje. Aangezien Vanessa de organisator is. Kijk, we hebben hem gehaald. Maar drankjes maken en Sims tegelijkertijd naar de stereo laten luisteren, dat is lastig. Want ik weet niet of ik een muziekinstallatie heb. En ik weet ook niet of ik een bar heb voor drankjes. Volgens mij niet. Maar op zich is dit ook al een aardige. We zitten over de helft al, dus dat is op zich ook aardig. Wel leuk, nu met de formele outfit heb ik Lisanne ook dit kapsel gegeven. Want normaal heeft ze natuurlijk haar haar opgestoken met een band om. Maar nu kan je echt goed zien dat ze op haar moeder lijkt. Zelfde neus ook. Ondertussen is Matthijs. Waar is hij heen? Oefenen. Oh, dat is misschien ook wel leuk. We hebben een diner gehad. Dat vind ik wel echt iets kersterigs. Gaan we niet oefenen, dan gaan we dit met z'n allen doen. Hij heeft ook een mooie graffiti muurwerk gemaakt hier. Oh, daar mag je binnenkort weer mee verder. Sim uitdagen. Ik vind het wel leuk om dit met de familie te doen. Mag het minuutje wel nou eens gaan komen? Hallo? Spel? Spel opruimen. Ik klik dit even weg. Misschien dat dat werkt. Ja. Fitnessvaardigheid, wat ben je nou weer aan het doen? Wie had het? Nee, jullie moeten niet gaan fitnessen. Ik wil Sim uitdagen. We gaan met z'n allen een potje doen. Dat lijkt me echt iets voor kerst. Zo'n spel.
Ik weet dat ik vroeger nog wel eens... dat bijvoorbeeld een Monopoly dan uit de kast werd gehaald. Weet je, echt zo'n... Dat vind ik echt zo'n spel voor kerst. Niet om nou bepaalde vrede te bewaren, want dat lukt met Monopoly natuurlijk niet altijd even goed. Maar als je denkt aan... Monopoly is echt een spel waarbij je best wel veel de tijd moet nemen. Met kerst is iedereen bij elkaar natuurlijk. Ja. Even kijken. Oh, nou dat... dat ging al meteen niet goed. Oh, ik zie ook dat de voerbak gevuld moet worden. Nou, dat mag Lisanne even doen, want het is goed voor haar verantwoordelijkheid, aangezien ze natuurlijk zichzelf wil bewijzen. De bak vullen, doe dat maar. Oh. En iedereen gaat er alweer vandoor. Dat was een leuk potje, zeg. En dan had ik nog een ander idee wat ook leuk is voor kerst. Want we hebben natuurlijk hier dit prikbord. En misschien is het wel leuk als Matthijs een tekening maakt voor zijn vader als kerstcadeautje. Ook al is hij een tiener. En dat... Oh, dat ging snel. En dat Lisanne een lief briefje schrijft voor haar moeder. Ze wil natuurlijk de band verbeteren. En ze wil ook laten zien wat voor leuk mens ze is. Ja. Aww, Weibo. Aha. Wat is... Serieus? Wat ben je aan het maken? Wat is dit? We hebben nog... Zal ik die maar in de koelkast zetten? Zo. Maar wat is aan ten eerste op een gootsteen? Moet je zien... Oh, pak ze net weg. Waar ga je nou heen? Er is hier ook een aanrecht, hè? En dan gaat ze hier, naar de badkamer. Ik heb het vermoeden dat het een taart is. Of zo. Oh. Maar waarom krijg ik geen minuutje? Of kan ik hier klikken? Ja, taart bakken. Ja, ook eigenlijk wel perfect. Want ik denk al, ze heeft helemaal geen honger. Die bank staat bijna helemaal vol. Nou, dan is dat haar kerstcadeautje voor de familie. Een taart bakken. Nou gaat ze weer weg. Als iemand anders dan even die borden wil opruimen, dan hebben we weer plek om zo meteen te zitten met z'n allen. Kunnen we lekker genieten van de taart? Wat voor taart? Ik denk chocoladetaart, omdat het deeg wat we net zagen eerst donkerbruin was. Dus het zou me niks verbazen als het chocoladetaart is. Daar heb ik zelf ook zin in taart. Oh, het is de hamburgertaart. Het ultieme kerstgevoel. Oh. Waar ga je nou weer heen met dat ding? Oké. Okay. Nou, iedereen aan tafel roepen. Broer en zus. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat broer en zus een goede band hebben. Ik heb ze al een paar keer zien knuffelen vandaag. Het was in ieder geval een feest. Er is als troostprijs een tweedehands boek in het huishoudinventaris van je sim geplaatst. En volgens mij... We waren over de helft. En dan is onze beloning is dan brons. Oké. Nou ja, dan ben ik wel benieuwd. Wat hebben we gekregen? Even kijken, de huishoudinventaris. Dit is van Vanessa haar werk. Dit heeft ze een keer verdiend met haar... Waarom staat er gestolen achter? Oké. Volgens mij is niemand hier een kleptomaan. Oh, die wil ik niet verplaatsen. Maar ja, laten we die maar hier neerzetten of zo. En wat hebben we gekregen? Koken deel 1. Oké. Viel het eten niet zo in de smaak of zo? Nou, laten we hem neerleggen. Dan kunnen ze ervan genieten. En kijk eens wie er hier op het aanrecht zit. Dat vindt Vanessa echt niet goed. Ja.
Even kijken hoor. Waarom kan ik hem er niet op aanspreken? Wat is dit? Wat is dit? Misschien terechtwijs of zo? Je hoort ze toch te kunnen aanspreken of op aardig springen dat je dat niet wil. Waarom kan dat niet? Kijk, nou snapt hij er niks van. Nou ja. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video van de Simsje Honden en Katten. We gaan natuurlijk in het nieuwe jaar ook weer verder met deze familie. Hele fijne kerst natuurlijk. Het was alweer de 7e video van de Kerstpuls video. Waarbij er elke dag deze week een video online kwam. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond het ook echt super leuk om alle reacties te lezen. Dus ga er vooral mee verder. Laat ook weten wat jullie dus ervan vonden. Dat er echt elke dag een video online kwam. Is die voerbak weer leeg? En ja, wie weet doe ik nog wel eens vaker een serie waarbij er meerdere dagen achter elkaar video's online komen. Moet ik natuurlijk ook wel de tijd ervoor hebben, maar ik vond het in ieder geval vet leuk om te doen. Iedereen natuurlijk een hele fijne kerst. Laten we even mooi naar het kerstboompje gaan. Kijk. Oh, en hier, wie hebben we hier? Luna. Hele fijne kerst en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan vooral, want ik weet niet nog, ik weet nog niet wanneer ik met een nieuwe video online ga komen. Ik ga natuurlijk ook lekker kerst vieren. Voor mij is dat koemetten. En dan zie ik jullie wel weer bij een volgende video. Doei doei!